Wij beginnen met dit. Dit is een kaartspel zoals je ziet. Ja, het doosje halen. Ik verzamel namelijk kaartspellen. En dan gaat het voornamelijk om de rugzijde. En er zijn allemaal verschillende foto's. En elk van die foto's, van die achterkant, zit twee keer in het spel. Dus eigenlijk een hele collectie, zeg maar. En daar wil ik even iets leuks mee laten zien. Ik zal even twee voorspellingen uithalen. Laten we deze zien en deze, voor het idee. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Oké, wat hebben we? Een 9 en een boer. Perfect. Mark, jij mag de kaart op je hand leggen. Je mag gewoon een aantal kaarten delen, totdat je het zelf genoeg vindt. Je mag stoppen waar je wil. Maar hou er rekening mee, je moet het twee keer doen, dus hou het kaarten over nog. Je mag ook meerdere kaarten tegelijk, wat je zelf wil. Stop. Oké, op die plek waar je nu gestopt bent, mag je deze kaart even neerleggen zoals die nu ligt. Omgekeerd, waarom? Dat is iets makkelijker terugvinden dan dat je hem andersom draait. Mm-hmm. Oké, leg de hele stapel gewoon op. Super, pak het hele stapeltje op, maak het even netjes recht. Ja. Mag je hetzelfde nog een keer doen, nog delen. En dan gewoon stoppen waar je zelf wil. Dus voor 5 kaarten zijn, er mogen 10 kaarten zijn, er mogen 20, wat jij wil. Ja. Leg die kaart ook even omgekeerd terug, mag je daar stapel gewoon opleggen. Nou, het mooie is dat de goochelaar eigenlijk niks hoeft te doen. Mm-hmm. Nou, als het lukt mag je de kaart even openspreiden, dan lukt dat jou wel, maar de toeschouwer zegt altijd als het lukt. Ja. En nu zie je dat hier twee kaarten omgekeerd liggen. Mm-hmm. Ik ga die kaarten eruit halen met de kaarten die er langs liggen. Ik zal een beetje optillen ook, kijk. Hier heb je deze twee kaarten liggen langs elkaar. Ja. En je hebt hier ook twee kaarten die liggen langs elkaar. Mm-hmm. De rest leg ik even opzij, zo. Het zou natuurlijk heel toevallig zijn als die kaarten die ik van tevoren eruit heb gehaald dezelfde achterkanten zouden hebben als de kaarten die jij waar jij op gestopt bent, toch? Ja. Want elke kaart zit er maar twee keer in, dus die kans is heel klein. Maar het zou natuurlijk niet heel toevallig zijn als die achterkanten inderdaad exact hetzelfde zijn. Wat pas heel bijzonder zou zijn, is als de voorkant hetzelfde zou zijn. Of in ieder geval nagenoeg hetzelfde. Dat wil zeggen, rode 9, rode 9, rode boer, rode boer. Wat ik nog vreemder vind, is hoe het kan dat jij net op deze kaarten gestopt bent. Want al die andere kaarten zijn allemaal schoppen koning, zie je. Dat is toch op zich wel heel vreemd. Nou, dit is een hele oude truc. En hij heet het Rainbow Deck. Nou, we verkopen dit heel veel. Het is een super gemakkelijke truc om te doen. En voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. €7,50. Nou, dat is een koopje, vind ik. En het mooie is dat als je aan tafel goochelen doet, je pakt al je kaarten bij elkaar. Je bergt ze op in het doosje en je bent nu weer meteen gereset voor de volgende keer. Nou, hoe makkelijk wil je het hebben?